Laten we beginnen met de pluimveesector. Gelukkig, tot dit moment hebben wij de gevolgen van Oekraïne niet zo gemerkt. Dan dat alleen de prijzen van grondstoffen omhoog zijn gegaan, waardoor kip ook duurder is geworden. En laten we hopen dat, maar als ik lees alle voorkaart, kan het nog een poos duren voordat de oorlog voorbij is. Dus dat gaat nog zo blijven. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn aan elkaar toe. Ik ga er geen beloftes doen. Wat die pompen betreft uit India, inderdaad, die pompen zijn begin 2020 binnengekomen. Het ligt in een magazijn. Waar een pomp, en ik heb het eerder een paar keer al verteld, bij ons gemiddeld $1 miljoen per stuk gekost heeft. Het zijn jikkels van pompen. Maar om te installeren, moeten we nu $4-5 miljoen per pomp gaan uitgeven. Geld welke wij op dit moment niet hebben. Laten we eerlijk zijn. Ik heb wel op mijn begroting opgebracht om alvast van de 19 pompen dit jaar aanvang te maken met 3 pompen. Dat we aanvang maken, dus een deel dan bekostigen uit de begroting van dit jaar. En een ander deel, dan willen wij uit de begroting van komend jaar financieren. Dan beginnen we met die 3 op de meest noodzakelijke plekken, waar het continu onder water loopt. En de belangrijke landbouwgebieden. Het zijn meer pompen voor landbouwgebieden. Dus je zult te horen krijgen wanneer we de start zijn gegeven daartoe.